Goedenavond allemaal, mijn naam is Ulf Kerriëc. Ik ben officieel spreker voor Skyworld Community voor Nederland. Daarnaast ben ik lid voor het communicatieteam, ook voor Nederland. En ik ben professioneel gebruiker van de applicatie AdvaHunter. En daar kom ik later in deze presentatie op terug. Op dit moment hebben wij te maken met een milieuaspect wat zich uit in verschillende situaties. We kennen het stikstofprobleem, waardoor we niet meer kunnen bouwen, waardoor boeren nu in opstand zijn gekomen. Maar zo hebben we eigenlijk heel veel problemen achter elkaar, die allemaal als invloed hebben dat, dat de aarde gewoon te snel in sommige ogen van mensen, dat de aarde zich te snel opwarmt. Ik kan een heel verhaal uit gaan steken van dat het een bepaalde cyclus is. Dat ga ik niet doen. Maar uiteindelijk, de natuur blijft de natuur en die kun je soms een handje helpen in de goede en in de verkeerde richting. En ik denk dat we op dit moment wel in staat zijn met de huidige technologieën die we hebben, dat we de aarde kunnen helpen in de goede weg, om maar zo te zeggen. Nou, dat de aarde opwarmt is niet een probleem van vandaag, dat is ook niet een probleem van gisteren, maar dat gaat al een aantal decennia terug. En in 1978 is er een persoon geweest die visualisatie heeft gecreëerd en die iets heeft voor ogen heeft gezien. En wat heeft hij dan voor ogen gezien? Nou, hij heeft voor ogen gezien om de aarde eigenlijk een stukje beter achter te laten aan zijn kinderen dan dat het op dat moment was. Dan zullen mensen misschien denken, ja maar goed, dan had hij dat 40 jaar geleden al kunnen realiseren, maar goed, om iets te realiseren heb je wel bepaalde technieken nodig en gelukkig vinden we nog steeds dagelijks dingen uit, waarbij nu het moment is gekomen dat Anatoly Yunitskiy zijn idee heeft kunnen visualiseren en heeft kunnen realiseren. Anatoly Yunitskiy is zeker in West-Europa nog een zeer onbekend persoon, maar hoe oostelijker je gaat, denk daarbij aan Rusland en verder naar het oosten, is een zeer bekend persoon. Het is een engineer, heeft verschillende samenwerkingen met de Verenigde Naties, heeft ook een aantal onderscheidingen gekregen voor zijn werk, heeft meer dan 200 uitvindingen gedaan, boeken geschreven en ik kan de lijst van wat hij eigenlijk allemaal heeft gedaan enkel langer maken. Ga ik niet doen. Wil je hier meer informatie over terugvinden, dan kun je naar zijn persoonlijke site en dat is www.yunitskiy.engineer. En dit is een van zijn eerste boeken die hij heeft geschreven. En in dit boek heeft hij eigenlijk keurig verteld hoe hij dat voor zich ziet. Berekeningen, ideeën, visualisaties. Nou, dat boek is iets ouder, is iets gedateerd. Dus wat hij destijds heeft getekend qua modules, zal er nou niet meer zo exact uitzien. Maar als we naar de kaft kijken, zien we twee pilaren en voor de mensen met de wat betere ogen, ik kan me voorstellen dat het in deze webinar lastig te zien is. Zie je een kabel gespannen en in het midden van die kabel hangt een module. En zijn idee is om lineaire cities te maken en die met elkaar te verbinden middels een stringrail, zodat passagiers en bewoners van de ene toren naar de andere toren kunnen, zodat ze kunnen leven, werken en recreëren. Noem maar zo gek niet op. Leuk detail om hierbij te vermelden is dat Saoedi-Arabië is op dit moment bezig om zo'n stad te ontwikkelen. Dat heet Neom the Line, dat is een stad van 170 kilometer lang. En zij zijn aan het kijken of het transport van Anatoly Yunitskiy in hun idee valt te implementeren. Dus ook daar zijn de voorbereidingen en de onderhandelingen al gaande. Dus je ziet eigenlijk dat het idee wat Anatoly Yunitskiy destijds had, dat het langzamerhand realiteit wordt. Natuurlijk moet hij al zijn ideeën beschermen, vastzetten, zodat de concurrentie er niet mee vandoor kan. Dus alles wat hij ontwerpt, heeft bedacht, dat is ook vastgezet. Dus dat betekent dat de Chinezen bijvoorbeeld niet met zijn idee aan de haal kunnen. En dit zijn een x-aantal patenten en certificaten die het bedrijf en Anatoly Yunitskiy in de loop der jaren heeft weten te bemachtigen. En niet alleen certificaten voor beschermingen van producten, maar ook certificaten als zijnde goedkeuringen. Ik kan het zo gek niet bedenken, maar eigenlijk heeft Anatoly Yunitskiy met Yunitskiy String Technologies alle certificaten op zak om eigenlijk nu al, als ze dat zouden willen, de commerciële markt te betreden. En dan kan ik me voorstellen dat jullie denken, ja, als ze dat zouden willen, willen ze dat niet? Dat willen ze wel degelijk, maar ze hebben natuurlijk wel te maken met bestaande situaties. Hier in Europa is het een bureaucratie en is het heel moeilijk om als nieuwkomer op de markt te komen. Dat wil zeggen dat ze het idee wel zien zitten, maar dat zien ze wel degelijk. Maar ze hebben afspraken met bestaande fabrikanten van bestaande treinen of busfabrikanten en die moeten na worden gekomen. Als ze dat niet doen, dan veroorzaakt dat weer ellenlange rechtszaken die heel veel geld kosten. Dus dat betekent voor een nieuwkomer als Anatoly Yunitskiy dat ze hier op dit moment in Europa even het nakijken hebben. Dat wil niet zeggen dat er geen mogelijkheden zijn. Mochten er private organisaties zijn die zo'n traject willen implementeren, dan zijn er heel veel mogelijkheden. Maar goed, ook dat zal natuurlijk niet 1, 2, 3 gerealiseerd kunnen worden.
Nou, zijn ze bij Europa dan niet op de hoogte van het bestaan van de Unitary String Technologies? Wel degelijk, er is een certificaat afgegeven in medio 2018 door de Europese Unie te Brussel, waarbij ze dus zeker op de hoogte zijn van het bestaan van Unitary String Technologies. Daarnaast heeft Anatoly Unitsky een hele hoop certificaten gekregen. En ik heb in deze presentatie eigenlijk de belangrijkste even uitgelicht. Een aantal maanden geleden heeft hij een certificaat gekregen, waarbij hij is toegetreden tot de index van bona fide bedrijven wereldwijd. Dus dat betekent dat private instellingen of andere overheidsinstellingen met een gerust hart zaken kunnen doen met Unitsky String Technologies. Nou, dat is eigenlijk al een heel belangrijk aspect. Dan maken we het nog iets belangrijker. Althans, je zult denken belangrijker. Ja, wel degelijk belangrijker. Want Unitsky String Technologies is inmiddels een wetenschappelijk bedrijf. Dus we hebben te maken met een wetenschappelijk bedrijf in de opstartfase. Nou, dat is eigenlijk internationaal gezien een zeer belangrijk certificaat. Dit certificaat geeft dus aan dat wat zij nu doen in Wit-Rusland en in de Verenigde Arabische Emiraten, dat het niks te maken heeft met iets te creëren wat er al is, maar dat het alles te maken heeft met iets creëren wat er nog niet is. En dat dus ook volledig realiseren. Nou, en als je dus al die twee certificaten bij elkaar optelt, en je gaat nu naar de praktijk kijken, zoals we dat op deze foto kunnen zien, dan zien we dat Unitsky String Technologies al inmiddels realiteit is. Nog niet realiteit op het gebied van commerciële trajecten, maar wel realiteit in de zin van, er zijn een aantal testbanen en er rijden modules overheen. En dit zou Unitsky String Technologies en in de toekomst, zo zou het er ongeveer uit kunnen zien. Dus een transportsysteem op het tweede niveau, waarbij er genoeg ruimte overblijft voor, in dit geval, stukjes gras en mensen die er overheen zouden willen lopen. En wat zou Unitsky String Technologies kunnen betekenen of kunnen bereiken? Het is een goedkopere manier om te reizen van A naar B voor zowel passagiers als goederen. Het is een goedkopere manier om te bouwen en het neemt ook vele malen minder ruimte in beslag. Dus dat wil zeggen, om een hele simpele berekening te maken, normaal gesproken heb je voor een weg 100 vierkante meter nodig, maar omdat het transportsysteem van Unitsky gebruik maakt van het tweede niveau, heb je geen 100 vierkante meter nodig, maar heb je slechts 2 vierkante meter nodig om een aantal palen te realiseren. Ik noem het even globaal, maar het geeft dus aan dat dit transportsysteem neemt geen ruimte in beslag. Daarbij is het ook een vele vriendelijke manier voor de natuur. Beesten die in een bepaald leefgebied leven, hebben geen hinder van het passeren van de modules die normaal gesproken over de weg rijden. Dus al met al zie je dat de voordelen voor dit transportsysteem vele malen groter zijn. In het verleden hebben ze natuurlijk ook verschillende situaties gerealiseerd om te kijken of ze het transportsysteem op het tweede niveau kunnen realiseren. Nou, een aantal zijn ook werkend en een aantal zijn geflopt. Dat is natuurlijk, als je iets ontwikkelt, dan kan het of toppen of het kan floppen. Maar als we nu kijken naar de onderste twee foto's, dan zien we twee bestaande situaties wereldwijd. Dat wil zeggen dat mensen die staan daar dagelijks in de file en die doen er geen half uur over, maar die doen er ongeveer 3 uur over om van de westkust naar de oostkust te rijden van een bepaalde stad. En dat niet alleen op de heenweg, maar dat ook nog eens een keer op de terugweg. Nou, als je nu het transportsysteem van Anatoly Unitsky zou gebruiken, dan zou je een x-aantal passagiers van de begaande grond kunnen afhalen en die kunnen verplaatsen middels Unitsky String Technologies op het tweede niveau. Veelal wordt Unitsky String Technologies ook vergeleken met een kabelbaansysteem. En ik moet hierbij ook nadrukkelijk aangeven dat het totaal geen kabelbaansysteem is. Een kabelbaansysteem is een getrokken systeem. Dat wil zeggen dat er vaak bovenaan de helling en benedenaan de helling tandwielen staan of grote motorwielen staan en die zorgen ervoor dat de gondels van beneden naar boven en vice versa kunnen rijden. Dus dat op die manier ook de passagiers van A naar B kunnen rijden of reizen. Als we dan kijken naar het systeem van Anatoly Unitsky, wat wij kennen als U-Sky of UST of U-Sky Transport. Je hebt keuze om in dit geval voor welke je zou willen gaan. Maar dan is dit systeem van U-Sky of Unitsky String Technologies is een zelfsturend nadenkend systeem. Dat wil zeggen dat door middel van artificial intelligence de motorwielen zelf kunnen denken, zelf kunnen sturen en zelf kunnen inschatten wat ze moeten doen. En zo kan ik het eigenlijk alleen maar groter maken. Dus Unitsky heeft met zijn team van de engineers zijn idee kunnen realiseren en er dus voor kunnen zorgen dat deze modules zelfdenkend en zelfsturend zijn.
En dat is enkel nog het systeem wat rijdt. Dit is een 2D-oppervlak van onze aarde, hoe dat eruit ziet. En dan zien we dat onze aarde bestaat uit heuvels en dalen en bergen. En op het moment dat wij iets willen gaan bouwen, moeten wij dat egaliseren. Want anders kunnen we op dit moment niet bouwen. Als het eenmaal is geëgaliseerd, dan gaan we beginnen aan de fundering. En de fundering is veelal twee keer groter dan noodzakelijk. Als die fundering is gelegd, dan komt er in dit geval een doorsnede van een spoorconstruct op. En dan zien we een drietrapsraket en dan zien we dat de egalisatie vele malen groter is geweest dan de fundering. En datzelfde geldt voor de fundering, dat die vele malen meer ruimte in beslag neemt dan het daadwerkelijke bouwconstruct, in dit geval een spoorconstruct. Als we nu gaan kijken naar het systeem van Unitsky String Technologies, dan zien we verticale pilaren en daartussen is een kabel gespannen. Om het simpel te houden noem ik het even pilaren, maar de officiële benaming is Intermediate Supports. Maar als we direct dan terugkijken naar ons aardoppervlak, dan zien we dat het nagenoeg intact blijft. Dus wat ik net aangaf over het aantal vierkante meters wat ze in beslag nemen, dan is dat niet te vergelijken met ons huidige wegennet of sporennetwerk. We zien dat er genoeg ruimte is voor de aarde, dat de dieren nog genoeg ruimte zullen hebben en dat eigenlijk weinig tot geen aanpassingen gedaan hoeven worden. Op het moment dat ze de intermediate supports, oftewel de pilaren, hebben geplaatst, dan gaan ze de kabel op spanning brengen. Dat doen ze door middel van de uiteindes in de grond te verankeren. En op het moment dat de kabel op spanning is gebracht, dan verwijderen ze de uiteindes uit de grond en die bevestigen ze aan zogeheten anchor supports. En de anchor support is in dit geval een station en daar kom ik zo meteen nog even op terug. Zij kunnen de pilaren op verschillende spanwijdtes van elkaar implementeren. Dus dan kun je denken aan 100 meter, 50 meter, 20 meter. Of zoals op dit moment in de Emiraten en in Wit-Rusland al een testbaan hebben van 200 meter. Tussen de pilaren zijn ze op dit moment in de Emiraten bezig met lijn 4. Daar komen de intermediate supports op een spanwijdte van 288 meter van elkaar vandaan te staan. Dus dat geeft wel aan wat ze kunnen realiseren met het innovatieve transportsysteem. Dan hebben we iets aan de onderkant van jullie sheet in het blauwe kadertje, het anti-derailment system. En dat is het ontsporingssysteem. En dat is een zeer belangrijk systeem, want het bedrijf kan zich niet veroorloven om nu al een commercieel traject te realiseren, wat velen van ons natuurlijk heel graag zouden willen, maar dat vervolgens de systemen niet zo goed zijn getest. Op het moment dat zo'n module van de baan zou afbreken of de stringrail zou breken, is de ravage niet te overzien. Dus dat wil Unitsky String Technologies niet. En als het goed is, willen de mensen die dit ideeën een warm hart toedragen ook niet. Aan de rechterkant van jullie sheet zien we een doorsnede van de stringrail, hoe dat eruit ziet. Aan de bovenkant is het railbed, of de railbedding, dus eigenlijk het contactpunt waarbij de wielen contact maken met de stringrail. In dit geval dan de behuizing. Dan krijgen we aan de binnenkant 6 stringrails. Dat zijn eigenlijk getwiste snaren. Daarnaast hebben we nog een milieuvriendelijk opvulmateriaal. Dat zorgt voor de hardheid, de stevigheid. En dat alles wordt bij elkaar gehouden door de behuizing, dus het omhulsel. En zo zou dus een stringrail er in het echt uit kunnen zien. Nou, ik kan je dus vertellen, zo ziet hij er ook in het echt uit. Maar dit is een 2D-tekening om jullie heel simpel stapsgewijs te laten zien hoe dat er dus uitziet. De modules van Unitsky String Technologies kunnen ook op verschillende intervalsecondes van elkaar rijden. Op dit moment kunnen ze dat op een interval van 20 tot 50 seconden doen, maar in de toekomst zullen ze dat sneller achter elkaar kunnen doen. Daarbinnen die tijdspannen zijn ze ook in staat om zelf het na te denken. Dus als een voorligger een probleem heeft, kan de achtervolgende module dat probleem detecteren en dat eventueel oplossen. Ik sprak net over anchor support en als we naar deze 3D-tekening kijken, dan zien we een station en dat is een anchor support. Dit zijn plaatsen waarbij de modules hun opgewekte energie kunnen afstaan en dat passagiers ook kunnen op- of afstappen. Dus eigenlijk is het een heel innovatief bedacht systeem wat je ziet. Hoe weinig ruimte dat in beslag neemt. Als we dit zouden vergelijken met een treinstation, en daar heb ik later toevallig nog wel wat plaatjes van, dan zie je dat dit transportsysteem van Unitsky heel weinig ruimte in beslag neemt. Dan is er ook nog wat korte informatie over de drone, en ik realiseer me ook dat ik dat al een x-aantal maanden zeg. Maar de drone wordt op dit moment getest, kan een laadvermogen van 750 kilo tillen. De bedoeling is dat hij naar 1,5 ton gaat, en als dat is gebeurd, dan zal hij ook direct worden geïmplementeerd en gecertificeerd
worden, zodat die kan gaan helpen en bijdragen om commerciële trajecten te bevoorraden, zodat de bouw op moeilijk bereikbare gebieden ook kan geschieden. En dit zijn de drie verschillende type stringrails die we nu hebben. We hebben een stijve spoorconstructie waarbij de modules eraan hangen. Dan hebben we een stijve spoorconstructie waarbij de modules zowel boven als onderlangs aan kunnen rijden. Dus dat betekent dat ze niet meer op elkaar hoeven te wachten, maar dat houdt dus in dat ze gewoon onafhankelijk van elkaar boven en onderlangs gebruik kunnen maken van één type stringrail. En we hebben een flexibel stringrail en dat woord flexibel zal het al zeggen. Als we naar het onderste plaatje kijken, dan de 2D-tekening, niet de foto's, dan zien we dat dat spoorconstruct een beetje gebogen is. En het mooie van dit spoorconstruct is dat de modules extra energie kunnen opwekken. Zodra ze naar het dieptepunt rijden, zullen ze energie opwekken. Zodra ze naar het hoogtepunt toe rijden, zullen we wat energie verbruiken. Maar dit is een onophoudelijke cyclus die er dus voor zorgt dat de energie kan worden opgewekt. Door middel van staal-op-staal-wrijving ontstaat er natuurlijk energie. En die energie kan ook worden opgevangen in een van de vele accu's die de modules bij zich hebben. Dus je ziet eigenlijk dat ze constant energie kunnen opwekken die vrijkomt. Niet alleen door remmen, maar ook door middel van de wrijving. Daarnaast kunnen ze ook de stringrail zo aanpassen dat ze de zonnepanelen in zouden kunnen integreren. Dus dat de zonnepanelen niet meer op daken hoeven te liggen. Maar dat de zonnepanelen eigenlijk worden geïntegreerd in de loze ruimte in bepaalde types stringrails zoals we die nu hebben. En dit is wat informatie over de aerodynamica. Dat is natuurlijk een heel belangrijk aspect. Daar wordt ook gigantisch veel op getest. Deze modules zijn op dit moment de meest vriendelijke en zuinigste modules die we nu kennen. Als we dit vergelijken met auto's, dan zien we op het plaatje dat er natuurlijk een soort windcirculatie ontstaat achter de auto's. Dat is ook hoe het in het dagelijks leven gaat. Maar als we dan kijken naar de modules van Unitsky String Technologies, dan zien we dat de windcirculatie zowel onder als bovenlangs tot een centraal punt weer bij elkaar komt. Op dit moment wordt de High Speed Unibus of de U-Flash getest. En de reden dat hij nog niet door de certificering heen is, is omdat de baan in Wit-Rusland te kort is. Die is 900 meter en hij heeft eigenlijk 22 tot 25 kilometer nodig. Er zijn op dit moment onderhandelingen gaande, zowel in Wit-Rusland als in de Verenigde Arabische Emiraten, om te kijken of ze zo'n baan kunnen realiseren. Het is alleen wel zo dat de bouwkosten in de Emiraten iets duurder zijn dan in Wit-Rusland. Maar goed, noodbreekwet. Het is natuurlijk heel belangrijk dat ze deze module kunnen gaan certificeren. En dat zal ook nu in de nabije toekomst gaan gebeuren. Mocht het in Wit-Rusland zijn of in de Emiraten zijn, zodra dat bekend is, zullen we dat natuurlijk bekendmaken. Maar de reden waarom die dat zo'n lange baan nodig heeft, is omdat die 10 kilometer nodig heeft om van 0 tot 500 kilometer per uur te accelereren. 10 kilometer heeft hij nodig om op zijn topsnelheid te kunnen blijven rijden. En 5 kilometer heeft hij nodig om op een fatsoenlijke manier tot stilstand te komen. Dus op het moment dat het is gedaan, dan zal dat natuurlijk ook invloed hebben op het stageplan waar we nu nog steeds in zitten. En dit is de rolling stock van Unitsky String Technologies, dus alle modellen. Het is het hele arsenaal wat ze hebben. Alle modules hebben een topsnelheid van 150 km per uur, behoudens de U-Flash, dat heb ik net al aangegeven, die kan 500 km per uur. We beginnen met de Uniwind. En de Uniwind is een lichtgewicht module die biedt plaats aan twee personen. Dan krijgen we de Unibike. En de Unibike is het eerste geteste en gecertificeerde model van Unitsky String Technologies medio 2016. Deze biedt plaats aan twee personen, kan zowel in automatische modus als in manual modus bediend worden. En manual modus, dan moet je denken aan letterlijk fietsen. Het woord zegt het al, Unibike, bike, fiets. Dan hebben we de Unicar en deze type hebben we in de Unicar U4 430 T1 en we hebben hem in de Unicar U4 430 T3. Compleet identiek, alleen de T3 biedt plaats aan 18 personen en de T1 aan 6 personen. Dan krijgen we de Unibus U4-210. Nou, die heb je ook in verschillende varianten. De enkele versie biedt plaats aan 12 tot 14 personen. En zo kan die zich uitbreiden. En iedere keer als die zich een beetje uitbreidt, kunnen er natuurlijk ook meer passagiers in. Hetzelfde geldt als voor de Unibus U4-220-T2. In de enkele versie kunnen er 25 personen in. In de dubbele versie biedt die plaats aan 48 personen en in de driedubbele versie biedt die plaats aan 64 personen. En zo zie je dat eigenlijk de complete rolling stock dus in verschillende varianten geleverd kan worden.
Unity String Technologies blijft natuurlijk niet stilzitten en ze hebben inmiddels ook nieuwe modellen gepresenteerd. De UniWind is daar ook één van. De UFlash is er daar ook één van. Maar welke daar ook één van is, is de UniLight. De UniLight is ook een lichtgewicht module en die zal worden ingezet voor commerciële doeleinden. Daar kom ik later in deze presentatie nog even op terug, want er zijn daadwerkelijke voorbereidingen in, op dit moment in gaande. Ik kom even niet op het woord. Maar je ziet dus dat het bedrijf niet stil blijft zitten, want ze hebben ook een nieuwe module ontworpen. Deze biedt plaats aan 25 passagiers. En die zal binnen nu en niet al te lange tijd getest worden in Wit-Rusland en in de Verenigde Arabische Emiraten. Dus zo zie je, ze blijven doorontwikkelen en we zijn inmiddels aanbeland bij de vijfde generatie rolling stock van Unity String Technologies. Ja. Ook het vrachtvervoer blijft niet stilstaan. Daar zijn ze een inhaalslag mee aan het maken, omdat de vraag naar vrachtvervoer of het verplaatsen van bepaalde materialen gigantisch groot is. Die is eigenlijk groter als het verplaatsen van passagiers. De Unicorn wordt op dit moment in elkaar gezet. Binnen nu en niet al te lange tijd zal die ook worden getest, zowel in Wit-Rusland als in de Verenigde Arabische Emiraten. Dan hebben we de Unitrans, dat is een grote lopende band, die wordt in Wit-Rusland al getest. Er is ook serieuze belangstelling voor commerciële doeleinden. En we hebben de Unitruck en die wordt ook in Wit-Rusland al getest. En die kan worden ingezet voor het verplaatsen van bulkmaterialen. Denk aan zand, kleine kiezelstenen of granen. Noem het zo gek niet op, maar in grote uitgestrekte gebieden. Denk aan boeren, bedrijven, landerijen. Zou zo'n stringrail met Unitrucks een gigantische uitkomst zijn. Nou, dit alles wordt natuurlijk berekend, bedacht en gecreëerd door een enthousiast team van engineers die eigenlijk dag en nacht voor ons bezig zijn om dit te realiseren. Wij ondersteunen dit project, wij dragen dit project een warm hart toe, maar in Wit-Rusland en in de Verenigde Emiraten zijn er mensen daadwerkelijk aan de slag om het gerealiseerd te krijgen, dus om ervoor te zorgen dat dit project gaat toppen. Dit is een nieuw kantoor van Unity String Technologies. Het oude kantoor past niet helemaal meer. De vraag achter de ontwikkeling achter de schermen is vele malen groter dan dat wij voor de schermen kunnen zien. Als het eenmaal is bedacht en uit is gerekend en uit is getekend, moet het geassembleerd worden. En dat gebeurt in deze fabriek. En deze fabriek is ook al uitgebreid, want de vraag is vele malen groter dan dat wij kunnen realiseren. En we zien hier een aantal foto's van hoe dat er dan uitziet, het productieproces. Maar deze fabriek wordt er dus geproduceerd voor Wit-Rusland, voor de Emiraten en voor de eerste commerciële trajecten. Nou, ook de ontwikkeling van Unity String Technologies blijft niet stilstaan. Ze vinden iets uit, maar ze bedenken tegelijkertijd ook iets nieuws. En dat zien we op deze foto. En dit is wat ze gewoon bedenken. Een nieuw systeem om de touw, want ik moet het even letterlijk vertalen, de string is in het Nederlands, wordt dat vertaald als touw, om dat op een andere manier of een betere manier te spannen. Dus zo zie je dat ze eigenlijk constant bezig zijn om iets wat ze hebben bedacht, om dat te innoveren. Dat er een innovatie komt op een bestaande innovatie die ze hebben gedaan. Dat klinkt een beetje abracadabra, maar ze zijn zichzelf dus constant aan het ontwikkelen. Op het moment dat al die modules zijn geassembleerd, moet het natuurlijk ook getest worden. En dat gebeurt op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. En inmiddels ook in de Verenigde Arabische Emiraten. Maar het Ecotechnopark in Wit-Rusland is inmiddels een florerend ecologisch testpark. Niet alleen worden hier de stringmodules getest en de verschillende type stringrails, maar er wordt ook getest op ecologische verbouwen. Dus ze kunnen de gewassen, denk hierbij aan aardappels, bloemkolen en andere voedingsproducten worden zonder bestrijdingsmiddelen geteeld. Ook geldt dat voor de veeteelt. Dat gebeurt compleet op biologische wijze. Daar komt geen kunstmatige stof aan te pas. Daarnaast is er ook nog een heel groot ecologisch vakantiepark gerealiseerd. Dat is ook onderdeel van de complete holding van Unity String Technologies. Maar die bevindt zich aan de achterkant van de vijver. En daar kunnen toeristen op ecologische wijze kennis maken met het idee van Anatoly Unitsky. Dus daar komt heel weinig technologie aan de pas. Mensen kunnen daar vissen. En de vis die ze vangen kunnen ze zelf opeten of teruggooien in de vijver.
Maar je ziet dus dat Anatoly Yunitskiy op die manier de mensen klaar wil maken voor zijn idee. Daarnaast bevinden zich op het Eco-Technopark natuurlijk ook ecologische huizen. Datzelfde geldt voor het vakantiepark. Het is allemaal ecologisch, dat wil zeggen speciaal glas, speciale materialen. Zodat ze dus ook letterlijk kunnen testen of het idee wat ze hebben, dat het ook functioneert. Dus het is niet dat ze straks een idee lanceren en dat ze dan de markt op gaan en dat ze gaan kijken van gaat werken. Nee, ze komen straks beslagen ten ijs met een kant-en-klaar product dat door is geëvalueerd de markt op. Wat zal werken en wat dus ook niet meer te maken zal hebben met kinderziektes. Nou, die kinderziektes wil je natuurlijk niet hebben, dus wat doen ze? In bepaalde continenten hebben ze te maken met onophoudelijke regenbuien, denk hierbij aan Azië. Vanuit Vietnam is er heel veel interesse voor commerciële trajecten van Yunitskiy String Technologies. Maar ja, dat moet je natuurlijk wel kunnen garanderen dat de technologie op orde blijft. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben letterlijk een module onder de douche gezet voor een aantal dagen. En ze zijn gaan kijken van blijft het passagierscompartiment droog, functioneert dat? Maar blijft het nog belangrijker, blijft het compartiment voor de technologie, blijft dat droog en blijft dat functioneren? Nou, inmiddels zijn die testen bekend en zijn de modules van Yunitskiy String Technologies met vlag en wimpel de testen doorgekomen. Dus die zijn gecertificeerd om eventueel te gebruiken voor continenten waarbij ze heel veel te maken hebben met regen. Maar ja, dan zullen ze in Rusland zeggen, wij hebben te maken met hevige sneeuwval. En in Wit-Rusland en in andere delen van Europa. Dus ook daarvoor is Yunitskiy aan het testen. Yunitskiy kan in alle weersomstandigheden blijven bouwen. Dus ook de modules zullen kunnen blijven functioneren. En als we dan kijken naar die foto's die op jullie ziet, zien we dat het heel erg wit is. Maar wat ze op dit moment hebben gedaan, in de afgelopen winter, ze zijn gaan kijken hoe houdt de stringrail zich tot de temperatuurwisselingen. Nou, dat is ook allemaal goed gegaan. Dus je ziet dat ze eigenlijk al kunnen opereren in verschillende weersomstandigheden. Daarnaast hebben ze ook in de afgelopen jaren verschillende aanpassingen gedaan aan de bestaande stringrails op het Eco-Technopark. Ze hebben zogeheten isolatoren aangebracht kleine punten aangebracht waarbij ze de energie nog beter kunnen afvangen. Daarnaast zijn ook A en B kanten gerealiseerd, zodat ze energie nog efficiënter kunnen opvangen. Dat is eigenlijk al met al komt het alleen maar de ontwikkeling te goede van het totale bedrijf, zodat ze dat ook later niet meer hoeven te testen. Inmiddels zijn ze ook bezig om een nieuwe stringrail op het Eco-Technopark in Wit-Rusland te realiseren. De eerste contouren staan er al, dat zien we hier ook op de twee foto's. En deze stringrail zal nodig zijn om ook Unicons te gaan testen en ook nieuwe modules van Yunitskiy String Technologies te kunnen testen. En zo ziet dat er dan uit. Twee modules gebruikmakend van één stringrail. Dus ze hoeven hier niet op elkaar te wachten. Passagiers kunnen bovenin stappen en passagiers kunnen onderin stappen. En ze zijn niet afhankelijk van elkaar om te rijden. Ze kunnen dat zelf doen als ze dat zouden willen en als dat noodzakelijk is. Het geluid is een heel belangrijk aspect. En ik stipte net al een klein beetje aan dat ze ook isolatoren hebben aangebracht aan de stringrail. De modules van Yunitskiy String Technologies produceren geluiden tot plusminus 80 decibel. Dus als je dan kijkt naar een module die bijvoorbeeld 65 decibel produceert, dat is nagenoeg niks. Ik sprak onlangs ook met een eigenaar van een installatiebedrijf, die zeer geïnteresseerd is in de technologie. En die zei van, goh, dus zo'n module mag eigenlijk gewoon in mijn hal blijven staan, want zo weinig geluid maakt hij. Dus ja, dat klopt. Daar kon ik weinig anders meer op reageren, maar die was zeer onder de indruk van de technologie van Anatoly Yunitskiy. Het geluid is ook een heel belangrijk aspect natuurlijk, want hij geeft ook aan dat hij iets toe wil voegen aan de natuur, dat hij eigenlijk ervoor wil zorgen dat dieren rustig kunnen leven. En dan kan hij zich het niet veroorloven dat hij module laat rijden die heel veel kabaal maakt. Dus deze modules maken zo weinig geluid dat ze pas worden gedetecteerd als ze voorbij zijn. Dus al met al zie je dat op alle verschillende aspecten wordt gewerkt, wordt ontwikkeld om het totaalconcept en het product goed te klaar en kant en klaar de markt op te kunnen laten gaan. Daarnaast hebben ze ook heel veel samenwerking en sommige mensen zullen denken van ja, maar goed, er zijn sancties. Ja, we hebben te maken met sancties vanwege de huidige situatie waar we nu met z'n allen mee te maken hebben. Maar door middel
Doordat Junitsky String Technologies verschillende vestigingen inmiddels heeft, hebben ze op die manier niet te maken met sancties. Vanuit het oosten zijn er weinig tot geen sancties naar Rusland en Wit-Rusland. Dus dat betekent dat bedrijven gewoon kunnen leveren aan de Emiraten en dat de bevoorrading voor de materialen die ze nodig hebben, dat die vooralsnog gewoon volgens planning kunnen doorgaan. Natuurlijk heeft Junitsky String Technologies ook te maken met schaarste die er nu heerst wereldwijd, maar al met al zie je dus nog steeds dat het bedrijf wordt bevoorraad en dat toeleveringsbedrijven gewoon kunnen leveren. Nou, datzelfde geldt voor andere staalleveranciers, die samenwerkingen met Junitsky String Technologies, dat gaat gewoon door. Het Chinese bedrijf heeft ook samenwerkingen, Lenovo heeft ook samenwerking met Junitsky String Technologies en die leveren ook gewoon volgens afspraak datakasten, zodat ze eigenlijk gewoon rustig kunnen doorgaan met de ontwikkeling en het testen van de modules en de apparatuur die hiervoor noodzakelijk is. Dan gaan we van Europa naar de Emiraten. En in de Emiraten is natuurlijk een komen en gaan van ontwikkelingen. En als we naar deze foto's kijken, dan zien we het innovatiecentrum in Sharjah. Dit centrum maakt onderdeel uit van het Sharjah Research and Technology Center. Dat is een hele mond vol. We hebben daar een stuk land geschonken gekregen. En Junitsky is daar gaan bouwen met de inkomsten die zijn voortgekomen uit de crowdfunding. Want zo is het uiteindelijk, het staat ook zwart op wit zo. Dus al met al zie je dus wat er wordt gerealiseerd. Op dit moment is het zo dat het houten ecohuis volledig af is en dat de 400 meter lange testlijn volledig af is en gecertificeerd is. Leuk detail van het houten ecohuis is dat het enigste houten huis is in de hele Emiraten. En dat is natuurlijk wel een bijzondere prestatie. Ik moet hier wel aangeven dat het Sharjah Research and Technology Center een hele belangrijke rol vervult voor Junitsky String Technologies. En daar kom ik later even in deze presentatie op terug. Maar je ziet eigenlijk dat ze, doordat ze nu hier zijn, dat er heel veel aandacht is ontstaan. En dit is de 400 meter lange lijn zoals we die nu kennen. Deze lijn is operationeel gegaan in 2019. Dat wil zeggen dat het toen is begonnen met het testen. En inmiddels is deze lijn gecertificeerd, dus iedereen die dat zou willen, kan een rit aanvragen met de Unicar U44-3101. Dat is een speciale tropische variant. En op die manier kun je dus ervaren hoe het is om te reizen met Junitsky String Technologies. Nou, in 2018 was het natuurlijk 3D en de mensen die heel kritisch waren of heel sceptisch waren, voor hun was het natuurlijk kanonnenvoer. Maar inmiddels is het realiteit geworden en zien we dat de baan operationeel is en dat die ook gewoon compleet naar behoren functioneert. Er wordt zowel getest op goederenvervoer als op passagiersvervoer. Heel veel mensen zullen denken, ja, maar dat is een mini-container, wat kan dat nou doen? Nou, alle modules van de Junitsky String Technologies in de testfase worden 5 keer, 6 keer zwaarder beladen dan noodzakelijk is. En waarom is dat? Ze kunnen het zich niet veroorloven dat de stringrail zou breken of dat de technologie, zoals de motorwielen en dergelijke, ermee uit zouden scheiden. Dat kunnen ze zich niet veroorloven, dus wat doen ze? Ze beladen het vele malen zwaarder en gaan dan testen. En gaan dan kijken, kan het behoudt de stringrail zich naar wat wij hebben berekend? Nou, inmiddels is dat zo. Dus die mini-container die voor vele mensen wordt aangezien als grap, is wel degelijk geen grap. Daar wordt echt al daadwerkelijk mee getest. Nou, en wat zou er nou kunnen gebeuren als er een ramp zou staan waarbij de module niet meer van zijn plaats afkomt? Nou, er is er altijd nog een plan B, C, D, E. En in dit geval denk ik dat het een plan E is. Dat je middels een touw of een kabel, een lier, de module op een veilige wijze kunt verlaten. Dus mocht de module niet meer van zijn plaats afkomen en kan een andere module ook niet meer met het module communiceren of hem trekken of duwen, dan kunnen passagiers toch nog altijd de module op een veilige manier verlaten. Dus zo zie je dat er wordt nagedacht over elke omstandigheid om elke ramp passend antwoord toe te dienen. Certificeringen, dat zijn natuurlijk hele belangrijke aspecten. En ik stipte dat in het begin van mijn presentatie eigenlijk al aan. Vele mensen van ons die kijken maar naar één ding. Wanneer gaat het commercieel? Wanneer rijdt het? Nou, dat kan niet. Eerder dan dat je ook de goedkeuringen ervoor hebt.
Die heeft Unit Keystring Technologies nu. In de Emiraten zijn zij goedgekeurd, dus daar kunnen zij al beginnen met de implementatie van commerciële projecten. Daarnaast hebben ze ook andere certificaten en die zijn ook heel erg belangrijk. Dat zijn management kwaliteitscertificaten. Dat wil zeggen dat de organisatie volledig is doorgelicht. Klopt alles wat ze aangeven. Dit zijn geen certificaten die je heel makkelijk zou kunnen kopen. Nee, dit zijn certificaten. Daar betaal je heel veel geld voor, maar je moet het vervolgens wel verdienen. Dat zijn hele zware audits die worden gedaan. Maar Unit Keystring Technologies, heeft ze behaald met vlag en wimpel. Een paar jaar geleden is dat al gebeurd in Wit-Rusland en afgelopen jaar is dat ook gebeurd in de Emiraten. Dus al met al, als je kijkt naar de randontwikkelingen, dan zie je dat dit soort certificaten heel erg belangrijk zijn. Nou, weer een heel erg belangrijk certificaat, ook weer een ISO. ISO is internationaal georiënteerd. Dus denk bijvoorbeeld aan KPN. Hier in Nederland is dat de mobiele telecom provider, die heeft ook zo'n certificaat. Dus ja, Unitsky staat eigenlijk in een heel mooi rijtje met certificaten die zij verdienen voor bepaalde aspecten binnen hun organisatie. De ontwikkeling van de 2,5 kilometer lange lijn, dat is testlijn 4, is in volle gang. Dit zijn twee foto's. Er circuleren op social media onofficiële foto's rond. Mensen vragen aan mij wel eens van waarom deel jij die niet in de webinar? Om het simpele geval, ik wil enkel officiële informatie delen. Dus dat betekent dat sommige foto's ook wel eens gedateerd kunnen zijn. Op het moment dat ik informatie zou delen die niet geverifieerd is, heeft dat alle gevolgen van dien. En dat wil ik niet. Ik wil mensen het beste antwoord geven, de beste informatie geven. En dat betekent de officiële informatie. Maar op dit moment wordt de schingrail gespannen en klaargemaakt. En de NQ-support ook klaargemaakt en van binnen afgewerkt. En Anatoly Unit heeft het natuurlijk met eigen ogen goedgekeurd. Hij heeft alles bekeken, klopt alles wat ik heb berekend. Zitten er geen metaal of scheurtjes in? Nou, dat zat er niet in. En inmiddels is het wel zo dat de stringrail, dat de NQ-support is bevestigd. Dus dat is eigenlijk dat grote gevaart wat jullie op de foto zien. Die is bevestigd, die hangt nu. En de eerste meter stringrail, die zijn ook al bevestigd. En die zijn ook al op spanning. Het is een best wel een lastig proces. Alles moet gedaan worden. Het is voor een hele hoop engineers de eerste keer dat ze te maken hebben met zo'n dergelijke technologie. Dus dat vergt ook tijd. Het is een heel groot leerproces. En daar kom ik ook zo meteen nog even op terug waarom dat is. Maar inmiddels, er is voortgang. De eerste meters zijn gespannen. Nou, Unit Keystring Technologies heeft de afgelopen periode gestaan op de World Expo in Dubai. Daar hebben zij gestaan met op de stand van Wit-Rusland met een televisie. En dan konden mensen zien wat het was. Wilde je meer zien, dan had eigenlijk Unit Keystring Technologies de meest unieke beleving. Want je kon met de bus van Dubai naar Sharjah. En je kon op het testpark een rondleiding krijgen en als klap op de vuurpijl een rit krijgen met de Unicar. En op die manier de ervaring krijgen hoe het is om te reizen met zo'n module. Dus ze hebben eigenlijk een hele hoop mensen destijds een unieke ervaring gegeven. En dan de toekomst Dubai. En ik blijf het herhalen. Hoe vervelend soms ook voor sommige mensen. Er zijn verhalen in de wandelgangen gaande dat de autoriteiten van Dubai inmiddels het commerciële traject van hebben toebedeeld aan Unit Keystring Technologies. Nou, dat is niet zo. Anatoly Unitsky heeft dat in zijn laatste interview ook nog bevestigd, dat daar de onderhandelingen nog gaande zijn. Dat daar de vraag van de autoriteiten van Dubai, die staat nog steeds open. Ze geven transportbedrijven de kans om in te tekenen op hun vraag. En hun vraag is om 20% van hun uitstoot te reduceren en om dat nog groener te maken. Nou, Unit Keystring Technologies is een van de bedrijven die zich daarop hebben ingetekend. Concreet gezien staan zij er wel het beste voor, zijn ook het meest verre in de ontwikkeling. Hebben een testpark en de autoriteiten van Dubai zijn al komen kijken. Maar de andere bedrijven, dat zijn concepten, die hebben eigenlijk nog nagenoeg niks. Maar ja, je moet zo'n vraag wel openzetten. Dus als je mij vraagt van hoe staat het nu voor, ik heb het net aangegeven. De vraag staat nog steeds open. Volgens Anatoly Unitsky zelf, zijn laatste interview, is ook aangestipt door Skyworld Community. Dus dat kun je ook teruglezen.
De vraag staat open, ze staan er heel goed voor, maar er is nog geen besluit genomen. Dus dat is het verhaal van Dubai. Het ziet er eigenlijk gewoon heel rooskleurig uit, maar heb daar nog even geduld mee. En mocht je verhalen zien die dus nu niet overeenkomen met wat ik heb gezegd, dan kun je die verhalen ook gewoon links laten liggen. Je kunt hetgeen wat ik heb gezegd, de kennisgeving aannemen. Dat is het officiële verhaal en ik kan het niet mooier maken dan dat het is. Want op het moment dat ik zou zeggen, ja, dat traject hebben ze toegewezen gekregen en het zou een ander bedrijf zijn, dan is er eigenlijk weer voor een hele hoop mensen reden tot negativiteit. En ik vind dat zonde. Dus bij voorbaat bied ik gewoon hier het verhaal zoals het nu is. Als ik het kort moet samenvatten, dan is het transportsysteem innovatief, milieuvriendelijk, CO2-neutraal. Goedkopere manier om te reizen van A naar B. Goedkopere manier om te implementeren, om te bouwen. En ik kan de rij eigenlijk alleen maar langer maken. Wil je meer informatie hierover vinden? Dan verwijs ik je even naar www.skyway.capital. Daar kun je heel veel informatie terugvinden. En dan ga ik naar de updates. CNN heeft een aantal jaar geleden inmiddels, want zo snel gaat de tijd, een aanvraag ingediend bij het testpark in de Emiraten of zij een documentaire mochten maken. Nou, dat mocht natuurlijk. En dat hebben zij ook gedaan. En sindsdien is het een stortvloed van aanvragen van mediabedrijven wereldwijd. Dus over de hele wereld is er al bericht over Unitsky String Technology en wat ze zouden kunnen bieden. En dan zie je dat mediabedrijven ook soms wel eens negatief zijn. En niet alleen mediabedrijven, want een hele hoop overheden waren destijds sceptisch over het idee van Unitsky String Technologies. Maar inmiddels zijn diezelfde overheidsinstanties wel zo reëel om te zeggen van Unitsky String Technologies is eigenlijk het meest innovatieve transportsysteem wat we op dit moment zouden kunnen implementeren binnen de huidige infrastructuur die we nog zouden moeten bouwen. Dus je ziet dat langzamerhand instanties, overheidsorganen terugkomen op eerder gedane uitspraken. Nou, en dit is koning Letsi de Derde. En Letsi de Derde is koning van het koninkrijk Lesotho. Lesotho is een land in Zuid-Afrika dat zijn grens deelt met het land Zuid-Afrika. En zij willen eigenlijk heel graag een traject hebben. En dat is een traject van het land Lesotho naar de havenstad Durban in Zuid-Afrika. En daar zijn onderhandelingen gaande. En ik zei net al dat het Sharjah Research and Technology Center een hele belangrijke rol vervult voor Unitsky String Technologies. Zij zijn de hub die de contacten heeft met wereldwijd alle belangrijke personen, overheidsorganen, bedrijven. En zij brengen dat tezamen. Dus zij nodigen iedereen uit naar de Emiraten. En zij geven op die manier iedereen een kijkje in hetgeen wat zij nu doen. Zij werken ook samen met wereldwijd universiteiten. Een van de universiteiten is de University of America. Die bevindt zich ook in de Emiraten. Maar je ziet dat ze eigenlijk de belangrijke connecties hebben. En zij bieden de connecties aan Unitsky, in dit geval Unitsky String Technologies. En wat zien we dan? Koning Letsi de Derde komt een kijkje nemen op het testpark. En het geval wil, dit is echt gebeurd, ik was met mijn collega Nettie Sommers op uitnodiging van Skyworld Community naar het testpark afgereisd in de Emiraten. Maar op hetzelfde moment kwam koning Letsi de Derde, ik herkende hem toen nog niet. Net zo min dat ik afwist van het bestaan Lesotho. Maar het gebeurde voor mijn ogen en ik zag dezelfde persoon over het testpark heen lopen. Ik heb erop moeten wachten. Dat heb ik met alle soorten genoegen van plezier ook gedaan. Maar nadien zag ik een bericht vrijkomen van Unitsky String Technologies. En daarbij ook koning Letsi de Derde voorbij komen. En toen dacht ik bij mezelf, die persoon ken ik. Dat is wel een hele mooie eer. Maar je ziet dus ook dat het daadwerkelijk gebeurt. Na afloop van de rondleiding van koning Letsi de Derde hebben ze besproken en gekeken naar de mogelijkheden voor implementatie voor een commercieel traject. Dus ook die voorbereidingen zijn al gaande. Nou, in oktober heeft de ambassadeur van Rwanda een bezoek gebracht aan het testpark in de Emiraten. En dat is Emmanuel Hategeka. Die heeft een bezoek gebracht en die was zo onder de indruk dat hij afgelopen maanden nog een bezoek heeft gebracht. En toen heeft hij een heel belangrijk persoon meegebracht. En dat is Claire, durf haar achternaam nu even niet uit te spreken. Maar zij is aangewezen persoon verantwoordelijke voor het ontwikkelingsplan van Rwanda. Rwanda is bezig met een ontwikkelingsplan
waarbij ze dus aan het kijken zijn of ze nieuwe infrastructuur kunnen opzetten. De infrastructuur in Rwanda is nog niet zoals die dat wij die hier kennen. Maar ze zijn dus bezig met een heel vernieuwingsproces. Rwanda is een zeer rijk land aan ruwe aardse materialen. En ze zijn dus aan het kijken. Nou, dan zou je misschien denken van ja, hoe staat het er dan voor? Dan gaan we kijken. Dus we beginnen met een bezoek van een ambassadeur. Ook weer mede mogelijk gemaakt door het Sharia Research and Technology Center. Die ambassadeur neemt zijn contact mee uit Rwanda. En dat contact in Rwanda is zo enthousiast dat dus zegt van wij zouden wel een commercieel traject willen. En wij willen een commercieel traject, zoals we het voor ons zien, van de internationale luchthaven Kigali naar een andere luchthaven. En dat moet dan ongeveer 2,5 kilometer lang zijn. Oké, nou dat is dan heel interessant. Als zeg ik het zelf. En welke modules zouden we dan willen hebben? Nou, er wordt op dit moment gekeken naar twee modules. De tropische Unicar, dat is dus de Unicar U4-4201. Dat is dus geen VIP-uitvoering, maar dat zal een zespersoons module worden. Of we willen daar een Unilight voor hebben. En de Unilight is dus ook een lichtgewicht module. Maar de potentie van de Unilight is zo groot dat die dus daadwerkelijk ook geïmplementeerd zou kunnen worden. Op de foto zien jullie hoe dat eruit zou kunnen zien. Dus dit is een visualisatie. Dus we kijken hier naar de voorbereidingen voor de eerste commerciële trajecten van Unitsky String Technologies. Daarnaast is er ook een komen en gaan van overheidsdelegaties. Ik kan het zo gek niet bedenken, maar eigenlijk bijna elk land heeft zijn delegatie daar naartoe gestuurd. Er zullen ongetwijfeld ook landen zijn geweest die daar een bezoek hebben gebracht, maar die zijn niet bekendgemaakt. Dus over de hele wereld zie je dat er wordt gekeken naar de ontwikkeling van Unitsky String Technologies. Datzelfde gebeurt natuurlijk ook in Europa. Ook al is het hier in Europa wat stiller, dat wil niet zeggen dat het testpark in Wit-Rusland niks doet. Dat draait nog steeds, dat wordt nog steeds getest. En daar zijn ook delegaties, in dit geval van het grootste Wit-Russische telecombedrijf, hebben daar een bezoek gebracht om te kijken wat daar gebeurt. Nou, datzelfde gebeurt natuurlijk ook in de Emiraten. Verschillende overheidsdelegaties komen op bezoek, komen kijken wat er gebeurt. En datzelfde geldt ook voor andere bedrijven, bijvoorbeeld uit Ghana. Twee mensen van een organisatie hebben daar ook bezoek gebracht. En die zijn ook komen kijken van wat gebeurt hier. Is dit iets wat wij bijvoorbeeld ook zouden kunnen implementeren in Ghana? Dus achter de schermen gebeurt er veel meer dan dat wij kunnen zien. En ik heb het ook nu niet in mijn presentatie, omdat het dan de presentatie te lang zou worden. Maar je ziet zoveel updates verschijnen, zeker over ontwikkelingen in Afrika, dat er dus nu serieus wordt onderhandeld met landen als Rwanda en Lesotho en dat Ghana nu ook een land is wat langzamerhand op de rol komt. Natuurlijk zullen mensen ook zich afvragen van hoe staat het dan met de ontwikkelingen in Nigeria. Ook in Nigeria zijn ze bezig. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Zolang daar nog geen officiële berichten van naar buiten zijn gekomen, en dan bedoel ik echt op officiële berichten van Unitsky String Technologies, dan wel USKY Transport, dan is er nog niks gaande. Even wachten hoor. Wederom excuus. Een kriebelhoesje. En dit is eigenlijk het meest belangrijke. Want Unitsky String Technologies is een compleet nieuw systeem. Dus wat wil dat zeggen? Daar moet natuurlijk voor gestudeerd worden. Het is op dit moment een komen en een gaan van scholen, universiteiten, die een bezoek komen brengen met studenten aan het testpark in Wit-Rusland. Gebeurt dat, maar ook in een testpark in de Emiraten. En die studenten die kunnen dus ook afstuderen op producten voor projecten van Unitsky String Technologies. En kunnen ook stage lopen. Dus als we kijken naar de foto aan jullie linkerkant van je sheet, zie je dat er een jonge dame daar stage heeft gelopen en dat ze dat heeft behaald. En dat er onlangs ook een groot bezoek is gebracht door studenten van een universiteit uit India. En mediaberichten blijven komen. Dit is een iets ouder bericht, maar ik vind het wel belangrijk om met jullie te blijven delen. Heel veel mensen waren ook altijd benieuwd naar de ontwikkeling van Hyperloop. Maar inmiddels is Hyperloop gestopt met de ontwikkeling van zijn passagiersmodule. Maar heeft Unitsky String Technologies, dus ook die strijd van de ontwikkeling
van de Hyperloop gewonnen. Heel even een momentje, ik moet even een slokje drinken gaan pakken. Zo, daar ben ik weer. Een commercieel traject. We zijn er natuurlijk heel happig op en willen eigenlijk alles weten. Vietnam is op dit moment het land wat gigantische schouders eronder zet. Excuse, nogmaals. Maar dat heeft geresulteerd. Ik kom. Dat heeft geresulteerd in de samenwerkingen met SkyWorld Community. En SkyWorld Community heeft een dependance opgezet in Vietnam. In de vorm van Viettransnet. Viettransnet is een bedrijf dat de honneurs voor Unitsky String Technologies waar zal nemen in Zuidoost-Azië. Dus we kijken hier naar de voorbereidingen van het eerste commerciële traject. En dit traject is in dit moment zover dat je op internet ook al kunt terugvinden dat alles, mocht alles volgens planning lopen, dat het medio 2023 ook echt daadwerkelijk operationeel kan zijn. Dus ja, al met al heb ik jullie in deze presentatie al verschillende trajecten laten zien. En zoals ik net ook al aangaf, het is eigenlijk gekomen en gaan van studenten die afstuderen op projecten van Unitsky String Technologies. Dus zo zie je dat ze ook worden opgeleid om straks te kunnen gaan werken voor Unitsky String Technologies wereldwijd. Want als we naar deze sheet kijken, dan zien we dat dat een student is die ook is afgestudeerd op een ontwerp voor een potentieel commercieel station in Sharjah. Ondanks de huidige ontwikkelingen waar we nu mee te maken hebben wereldwijd, gaat de ontwikkeling van Unitsky String Technologies gewoon door. Dus je ziet dat, ook al is het nu wat het is in de wereld, de ontwikkeling gaat gewoon door. Dus eigenlijk al met al is dat zeer positief voor ons allemaal. En ik kan enkel en alleen zeggen dat blijf gewoon rustig het vertrouwen hebben. Natuurlijk hebben ze ook te maken met vertragingen, dat hebben wij ook. Maar zolang de ontwikkeling doorgaat, zolang wij nieuwe producten zien, zolang wij nieuwe situaties zien, is dat een positief teken. En dan een commercieel traject. Hoe ziet dat eruit? Hoe lang zou dat duren voor totale implementatie? Nou, dit is een roadmap. En dan zie je dat er verschillende fases zijn. Al met al duurt implementatie van een commercieel traject van idee tot realisatie plus minus 2 jaar als alles mee zou werken. En voor verschillende aspecten zijn ook verschillende fases berekend. Dus een feasibility studie duurt bijvoorbeeld 6 maanden. En dan de implementatie kan bijvoorbeeld 12 maanden duren. En zo is dat opgebouwd. In het begin van mijn presentatie gaf ik aan dat ik werkzaam ben met augmented reality. Dat ik professioneel gebruiker ben van de applicatie AdvaHunter. Daarnaast ook beta-tester. En ik ben op dit moment met AdvaHunter bezig om een nieuwe applicatie te realiseren. Om mensen een nog betere indruk te geven van Unitsky String Technologies. Want veelal wordt er ook de terechte opmerking gemaakt van, ja, het zijn enkel 3D-tekeningen of het zijn foto's van een testpark. Maar hoe ziet het er dan uit als het in het echt zou zijn? Nou, augmented reality maakt het mogelijk om dat in je omgeving te realiseren. Dus je kunt middels een applicatie op je smartphone of op je tablet eigenlijk een stringrail visualiseren en dat aan mensen laten zien. Dus zo zou het er dus uit kunnen zien in een bestaande omgeving. En ik sprak net ook in het begin van mijn presentatie over een station in vergelijking met een station van Unitsky String Technologies. Als jullie nou naar de bovenste foto kijken, dan zien jullie een station op de achtergrond, wat het station van Nijmegen is. Maar op de voorgrond zien jullie het station van Unitsky String Technologies en dat neemt vele malen minder ruimte in beslag.
Nou, dit zijn ook nog een aantal visualisaties hoe dat eruit ziet. En je ziet direct dat het vele malen minder ruimte in beslag neemt. En dat er dus genoeg ruimte overblijft voor mensen en natuur. Maar dat is ook bijvoorbeeld bussen en vrachtwagens van de weg gehaald zouden kunnen worden. Want het is hier voornamelijk passagiersvervoer. Maar je kunt het dus ook, zoals jullie op de foto rechtsboven zien, containers overheen laten rijden. En dit vond ik nog wel een heel belangrijk stuk om te delen. Kijk, in Dubai zijn ze nu nog bezig met de tender. Maar uiteindelijk in Dubai, of tenminste in Abu Dhabi, zijn ze al iets verder. De onderhandelingen voor commerciële trajecten in Abu Dhabi zijn gestart. Dus ze zijn nu serieus aan het kijken naar de implementatie voor commerciële trajecten. En dat zijn 3 stuks. Meer informatie over dit stukje kun je terugvinden op de officiële kanalen www.ust.ink. Dus www.ust.ink. Dat is een laatst gedeelde update. Op het moment dat je Anatoly Yunitskiy zelf ziet bij onderhandelingen, dan kun je er dus al van uitgaan dat die onderhandelingen in een vergevorderd stadium zijn. Dus niet alleen in Sharjah zijn ze bezig, ook in Abu Dhabi. En ongetwijfeld dat Dubai zal volgen. Maar goed, dat is nog even afwachten. Maar je ziet dus dat het er hartstikke positief uitziet. Wil je meer informatie? Heb je vragen over andere vragen of andere antwoorden die je wilt terugvinden, dan kun je dat doen op een van deze onderstaande informatiekanalen. De bovenste is www.skyway.capital. De tweede is www.yunitskiy.com. Dan hebben we www.yunitskiy.engineer. Dat is een persoonlijke site zoals eerder aangegeven. En dan hebben we ons eigen Facebook-kanaal. Daarop deel ik alle updates van het bedrijf. En daarop kun je ook eventueel vragen stellen. Dus zo zie je dat je eigenlijk al verschillende sites hebt die je kunt raadplegen. Mocht je nu met prangende vragen zitten met betrekking tot ik heb problemen met mijn account, ik heb andere problemen met de helpdesk, dan kun je Nettie Sommers en mij altijd contacteren. Ook eventueel voor andere aspecten, maar niet voor vragen met die betrekking hebben van ja, ik zit eigenlijk al sinds 2018 bij het project. Ik ben de draad een beetje kwijtgeraakt en zou je me willen bijpraten? Heel eerlijk gezegd en in alle oprechtheid, bijpraten kost tijd, tijd kost geld. Wij willen zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk bedienen. De webinars zijn gratis. Dat is natuurlijk altijd een heel fijn aspect binnen de Nederlandse conterijen. Dus je kunt gratis aansluiten en op die manier ook gratis weer jezelf laten bijpraten van alle ontwikkelingen die nu gaande zijn. Ik begrijp dat mensen soms de draad zijn kwijtgeraakt, maar daarvoor geven wij nu eigenlijk 52 weken per jaar lang webinars, zodat we jullie 52 weken per jaar kunnen bijpraten over alle ontwikkelingen, omdat we ook realiseren en begrijpen dat het soms niet meer te volgen is. Dus mocht je zoiets hebben, ja, ik ben al sinds 2016 bij het project, maar ik weet niet meer waar het nu staat. Je bent van harte welkom op de eerstvolgende webinar. Dus mocht je ons met zo'n vraag bellen, zullen wij je ook direct doorverwijzen naar een van de webinars. Dit gezegd hebbende ben ik ook aan het einde gekomen van mijn webinar. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor jullie tijd, aandacht en energie. En ik hoop jullie te mogen verwelkomen op de eerstvolgende webinar aankomende week. En dan zal Nettie Sommers de honneurs weer waarnemen. Ik wens jullie nog een fijne avond en nogmaals hartelijk dank.